Hoi, it's time to wake up and go back to school. En daarom vandaag dit filmpje. Dit is de eerste toetercel, de allesmap, mijn favoriete map. Ik steek dit mapje met insteekhoesjes in de grote map. Achteraf haal ik dit schriftje er toch maar uit. In dit super schattige, leuke schriftje maak ik gaatjes en steek ik ook in de map. Hetzelfde doe ik met deze wiskundeschriften. Tijd voor sticky notes. Ook dit boekje plak ik in de map, maar dan aan de voorkant van de kaft aan de binnenkant. Ja. Knip dan 3 gelijke stukjes van een touw af, want hiermee ga je een vlechtje maken. En dit uiteindelijke vlechtje plak ik op met dubbelzijdig plakband, zodat het beter blijft zitten. En doordat je het hebt gevlochten, is het touwtje wat dikker. En zo ziet het er en leuker uit, en het is handiger. Ook in deze mapjes maak ik kraatjes en doe ik in de map. En hier stop ik dan uitgeprinte schema's in bijvoorbeeld. Dan is de binnenkant klaar en kunnen we nu de voorkant gaan versieren. Ik ga met washi tape langs de zijkant van de map, die perfect past bij mijn etui, met hetzelfde printje. En dat vond ik wel zo leuk. Trek niet te snel en te hard aan de tape, want dan gaat het scheuren en dan moet je nog een stukje tape over het andere stukje gescheurde tape doen. Dan maak ik met een ander kleurtje washi tape een soort etiketje om de gestempelde titel, zeg maar, van de map. En dit hoeft niet perfect en netjes, want de uiteinden gaan we straks wegsnijden. En hiervoor gebruik ik een heel scherp hobbymesje die je misschien wel bij de Action kunt vinden en anders sowieso bij de Pipo's. En druk niet te hard, anders snij je in de map en dat zie je dan en dat is lelijk. Druk echt alleen maar door tape en dan kan je straks alle stukjes overgebleven lelijke tape kan je dan weghalen. Nu ga ik als extra versiering nog kleine nepbloemetjes op de map plakken. Dit doe ik ook met dubbelzijdig plakband. En om het af te maken doe ik er nog kleine plaksteentjes in.
in mijn etui gaan pennen en stiften. Gum en geodriehoek. Mankeerstift en potloodjes en een schaar. En wat rolletjes washi tape. Kijk maar even hoeveel erin passen. En ik doe er ook wat klemmetjes in, dus ook misschien wel handig. Bij mij passen alle kleine rolletjes washi tape erin en mijn prins zit er ook nog bij. En helaas geen niet-machientje en ook niet grote rolletjes washi tape. En ja, dan was dit het weer. En ik hoop dat jullie leuke inspiratie hebben opgehaald, zeg maar. En dan wens ik jullie allemaal heel erg veel succes op school. En bedankt voor het kijken. Doeg!